Welkom bij SVZW TV. Vandaag de wedstrijd SVZW tegen AZSW. Ja, de opstelling van SVZW. Weinig verrassingen. Er zitten natuurlijk wel een aantal mensen in de ziekenboeg. Zoals Joshua Travest, Nigel Michels nog steeds. Maar goede berichten zijn er op Facebook te lezen. Hij knalt ze weer in de kruising. En dan de opstelling van AZSW. Het is koud. Vreselijk koud. Het is snert weer. De kachel brandt bij SVZW. De mensen die binnenwerken, die hebben het prima voor elkaar. Maar de mensen die achter de camera staan, ijs en ijskoud. Is Dokkie op het veld, dan volgt de rest ook. Dus gaan we kijken of SVZW het hart kan verwarmen. En ook het lichaam met prachtig mooie voetbal. SVZW aan de aftrap. En eens kijken wat deze koude middag gaat brengen voor de jongens uit Wierden tegen de jongens uit Aalten. SVZW rustig in de opbouw hier met Machiel Verkeulen. En Bas Woesthuis op Mirko Sviers. Dan Ruter Heide weer terug naar Mirko Sviers. Mirko Sviers brengt die bal dan voor. Is er niemand voor, maar de bal gaat dan over. Kans voorbij SVZW. Dan een ingooi van Machiel Verkeulen. Machiel Verkeulen kan een heel eind ingooien. Dat blijkt alweer. Doorkoppen van Ruter Heide. Kevin Nauma kan de bal niet onder controle krijgen. En dan wordt Mirko Sviers die bal als een vuurpijl over de goal. Prima mogelijkheid voor SVZW. SVZW hier met Michael Wensink. Speelt de bal in. Krijgt de bal nog weer een keer terug van Mirko Sviers. Dan ziet hij de opening hier met Kevin Amman. Poekoes die zich aanbiedt. Maar dan is het Ruud Heide. Kan de kop er tegenaan. En dan is het een prachtig doelpunt. Zo staat SVZW met 1-0 voor. Mooie voorzet Kevin Amman. En Ruud Heide hoeft alleen de kop er maar tegenaan te zetten. En keeper Kempkes, ja, die komt net te laat. SVZW, kijken of ze naar de 2-0 kunnen gaan. Dan heb je wat comfortabele voorsprong. Oh, maar hier een prachtige mooie voorzet van Michiel Verkeulen. Kan Ruud Heide die bal onder controle krijgen? Ja, zeker. En dan is het 2-0. Maar dan is er een fluit en dan is het buitenspel gegeven. Nog steeds 1-0 op het bord bij SVZW. Hier Oegoes wordt onderuit gehaald. Vrije bal voor SVZW. Wie gaat daar zich voor melden? Kevin Amman. Kevin Amman schiet daar die bal. Oh, een Kempkes. Nee, niet Kempkes, maar Kempers kan daar de bal netjes oppakken. Hier Kevin Amman weer in de aanval. Komt er tegenaan. Gaat naar de achterlijn toe. Zet die bal dan voor. Wie kan die bal dan inknikken? Dus Oegoes. Oh, weer een goede redding van die keeper van Aalten. Dan een aanval van AZSV hier met Mulder. Mulder kan wat terrein pakken hier op Berenschot. Berenschot wil dan uithalen, kapt en draait. En dan wordt hij onderuit gehaald. En is het een vrije trap op een prima plek voor AZSV. Wie neemt dan de ter haar, neemt dan die trap en dan is het de bal over. Weinig gevaar voor SVZW. Dan AZSV die toch in het tweede gedeelte van de eerste helft de bal overnam. Hier Kemming met een prima schot, maar dat gaat naast. En de meegekomen Thuis kan dan de bal net niet intikken. En zo kreeg AZSV toch wat meer grip op SVZW. En hier is weer een prima mogelijkheid. Hier met Kemming. Kemming die dan de bal terugschiet naar Teveluwe. Teveluwe met een goede mogelijkheid. Maar schiet dan huizenhoog over. Dan een ingooi voor AZSV. Daar kan SVZW wegwerken. Maar dan heeft Berenschot de bal. En die kan hem op Thuis spelen. Thuis kan dan draaien. En dan wordt hij heel koelbloedig door Michiel Achterhoek naast gekeken. Ja, dat is het geluk van de keeper. Dan SVZW. Het laatste gedeelte van de eerste helft. En dan is het hier Oegoes. Oh, en Kempers kan die bal dan net uit de hoek wegtikken. En zo is het toch aan het einde van de tweede helft, of de eerste helft, een aantrekkelijke wedstrijd. Hier nog een balletje voor AZSV, maar wordt makkelijk worden opgepakt. Ingooi van SVZW. Oegoes die worstelt zich er langs op broertje andere Oegoes. En die slingert dan de bal voor. En wie is er dan voor? Dat is dan Mirko Sviers. Mirko Sviers kan dan terugspelen op Michiel Verkeulen. Michiel Verkeulen met hem weer een perfecte voorzet natuurlijk. En dan is het, ach, Kamman. Amman die er net onderdoor komt. En dan kan Kempers de bal pakken. Dan zitten we in de tweede helft hier weer met Michiel Verkeulen op Mirko Sviers. Michiel Verkeulen valt, maar komt de bal bij Keur. Die speelt er weer door naar Oegoes. Dan is het Mirko Sviers weer. Dan kan de bal niet worden neergespeeld. Maar Oegoes kan de bal weer dan weer overnemen. Druk van SVZW met Mirko Sviers. Kevin Amman schiet dan de bal net over. Weer een goede mogelijkheid. Gelijk in het begin van de eerste helft van SVZW.
Dan een ingooi voor AZSV. Een dreigende situatie. Michiel van Keulen kan de bal afschermen. En dan is het een makkie voor keeper Achterhoek om de bal op te pakken. En dan SWZW hier met Mirico Sviers. Mirico Sviers heeft alle tijd om die bal te pakken. En dan is het Kevin Aman die de bal net niet kan doen. En dan is het de corner voor SWZW. Kijken wat er uit de corner kan komen. De corner wordt genomen door Oegoes. Weggewerkt door AZSV. Oegoes dan heeft een tweede mogelijkheid om die bal voor de goal te slingeren. Dat doet hij dan ook. Dan is het de Bartels die... dan is het ja Bartels die de bal er niet in krijgt. Maar Michiel van Keulen natuurlijk wel de bal erin krijgt. Ja, goede man op de goede plek. Zo noemen ze dat bij het voetballen. Dan even kijken in de herhaling. Ja, Bartels kan de bal koppen. Niemand in de... En dan is het Michiel van Keulen op de goede plekje. Zoals we al zeiden. Supporters worden ook bedankt. Vader van Michiel, altijd aanwezig bij de wedstrijden. En dan is het hier. Oeh, zo met een prima bal van de ingevallen Jansen. Ja, heel goed. Die jeugdige speler van SVZW. Dan weer een gevaarlijke corner van SVZW natuurlijk. Maar ziet er niet zo gevaarlijk uit. Kan er de bal opnieuw worden ingewerkt? Jazeker. De bal wordt ervoor gegooid. En dan kan Jansen terugkomen op Holtkamp. Holtkamp, oeh, en een prachtige showduik van keeper Kempers. Die de bal eruit plukt. Goeie redding. Dan AZSV, kijken wat er nog mogelijk is. En oh, weer een schitterende redding. Maar dan van de andere kant van de keeper. En dat is Michiel Achterhoek. Die de bal nog even uit het hoekje plukt. En dan is er gefloten voor buitenspel. En dan is de mogelijkheid over voor AZSV. AZSV wil toch op jacht nog naar de treffer toe. Maar dan ligt het spel helemaal open. En dan is het hier Keur. Keur die de bal naar de zijkant toe brengt. Naar Mirko Sviers. Mirko Sviers kan dan proberen uit te halen. Probeert dan ook uit te halen. Oh! Maar Kempkes kan dan de bal net aanraken. En dan schiet de bal naast. Dan AZSV. AZSV op jacht weer inderdaad naar die tegendoelpunt. Maar weer is het een prima redding van Michiel Achterhoek. Michiel Achterhoek denkt van ja, mijn goaltje is schoon en die blijft ook schoon. En dat is dan ook zo. Scheidsrechter heeft uitgefloten. En is het een 2-0 overwinning voor SVZW. Zo zie je dus de aansluiting hebben met de top van deze klasse. En eens kijken wat de volgende wedstrijd gaat doen.